afgelopen 4 jaar zijn er verschillende inwoners van de gemeente Tilburg geweest die zelf initiatief hebben genomen en niet hebben gewacht op het college en de raad. Deze mensen bewijzen dat het zinvol is om je te bemoeien met de politiek en je in te zetten voor de gemeente. Een van die mensen is Toos de Laat. Nou, ik had een idee. Ik denk, luister eens, ik heb tijd. Ik kijk dus vaak televisie, dat ik wat ouder ben en 's middags de tijd heb. En dan hoorde ik in Duitsland zonnepanelen, overal hè, zonnepanelen. En ik denk, hé, ik zat zo eens te prakkezeren. Ik zit hier in een complex. Het zou goed op het dak kunnen hier. En dan naar de burger terug laten vloeien. Natuurlijk een beetje simpele gedachte. Maar ik ging het toch een beetje uitwerken. Zo kwam ik tot in de gelegenheid om een burgerinitiatief in te dienen. Ik belde alle politieke partijen. Ik denk, wie moet ik daarvoor hebben? Het CDA, ja, inspreken. VVD, u bellen we terug, nooit teruggebeld. Kom ik bij meneer Van der Hoven. Ik denk, ja, waar is die van? Lokale partij. Dat is van de Lijst Molders. En die meneer zei, oh, maar mevrouw, luister eens. Dat kunnen wij wel iets mee doen, maar u kunt het op uw eigen schrijven. Ik zeg, oh, want er is een nieuwe wet in 2005. Een burgerinitiatief kun je zelf indienen. Ik zeg, prachtig, dan zet ik het op het papier. Maar waar moet ik ermee zijn? Hij zei, nou, ik begeleid je wel. Dus ik ben dankbaar dat die mij begeleid hebben. Zonnecollectoren, minder CO2-uitstoot. Dus dat is al een heel goed, minder fijnstof. Dan duurzaamheid. Dus, hè. Ik dacht juist, dus we hebben de energiebronnen, die worden steeds minder. Dus dat is dan geweldig. Ook windenergie sta ik ook helemaal achter. Vind ik ook geweldig. Maar ik denk, zo simpel, zonnecollectoren op dak. Te geweldig, weinig onderhoud. En ik heb gedacht, er komen zoveel mensen werkloos. Hebben ze weer werk? Misschien een naïeve gedachte van mij. Maar het is toch zo, die mensen kunnen toch omgeschoold worden? Als ze op alle daken en op seniorencomplexen dat doen. Het idee van Toos is dat veel ouderen met een AOW en een klein pensioentje moeten rondkomen. Als er dan zonnecollectoren op het dak liggen, dan worden de energiekosten lager en hebben mensen meer geld te besteden aan andere dingen. Zo heeft Toos haar plan ook gepresenteerd aan de gemeenteraad. Nou, ik keek ervan op. Iedereen was laaiend enthousiast. Van GroenLinks kreeg ik zelf bloemen toegestuurd. Denk ik, ik was gewoon overdonderd. Ik was zo gelukkig en ik heb ook gevraagd het college om opdracht hè, te geven om dit te onderzoeken. Ik wil nog even een compliment aan de leden van de raadsgriffie. Die dames hebben me prima begeleid. Straks vertelt Toos waarom zij zich zo inzet voor Tilburg. Toos de Laat is één van die mensen die zich inzetten voor Tilburg en daarbij niet bang is voor de gemeenteraad. Haar plan is om zonnecollectoren te plaatsen op seniorenwoningen. Op deze manier wordt het milieu ontlast en hebben de senioren minder hoge kosten aan hun elektriciteit. Ja, ik ben een mens die altijd gewerkt heeft en me overal graag een graantje van meegepikt hebt. Dus ik vind dat heel belangrijk. Ik praat programma's waar ze alles vertellen, dat neem ik ook graag op. Ik heb gelukkig een goed stel hersens. En ik denk veel na. En ik luister, want dat is ook wat. Mensen luisteren, denk, ho, daar kan ik toch wel eens iets mee doen met die ideeën. Dus ik heb nog veel meer ideeën. Toos heeft ook bij andere mensen geïnformeerd of haar idee aanspreekt. Goedemorgen, buurvrouw. Hallo, ik heb het met jou gehad over zonnecollectoren. Ja. Daar weet jij van, hè? Ja. Ben jij daarvoor? Ik wel. Ja. Zal altijd wel een beetje voordeel hebben, denk ik, hè? Jij denkt ook aan je kinderen en aan je achterkleinkinderen, hè? Zeker. Dat er dus minder CO2-uitstoot is. Ja, ja. Altijd belangrijk, hè? Ja. Vind je? Ja. Vind jij dat ze als gemeente genoeg doen daarvoor? Nou, ik dacht eigenlijk niet zo, hoor. Nee. Hier zijn ze niet zo rap. Je weet misschien dat ik een burgerinitiatief ingediend heb. Heb je gelezen in de krant, denk ik. Ja. Over zonnecollectoren. Ja, dat klopt. Nou, ze zouden me inlichten en ze zouden erbij. Maar we horen er niks van. Je ziet er niks van, hè? Je hoort of nee, ze. Nee. Vind jij toch dat het nuttig is om zonnecollectoren op je dak te hebben? Misschien wel, denk ik. Ja. Het zal heel veel schelen in de energienota, denk ik. Ja, want ik denk, wist dat jij een grote nota hebt, of ik niet? Ik heb een hele grote energienota. Ja. Ja.
Iedere morgen als ik opsta, dan zeg ik dank u wel dat ik er nog ben. Ik kom nog uit de generatie dat je denkt voor elkaar te zorgen, naar elkaar om te kijken, hè, en toch nog dankbaar te zijn. Ik kan genieten van kleine dingen, een kopje koffie, een kaarsje aan, ik ben al gelukkig. Als iedereen dat deed, als iedereen is trachtte hier in Tilburg, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, iets voor een ander te doen, zou de wereld er anders uitzien. Hier in Tilburg tenminste wel.